remarks. Marcus Schumacher is natuurlijk de regerend Nederlandse recordhouder op deze afstand in de categorie S4. De Europese kampioenschap in Eindhoven succesvol geweest. Dit jaar in 2014 tijdens een opleiding de zwemmer die vanmorgen hier het Nederlandse record verbracht in de categorie S7. Op de mooie 2:31:32 en dan gaat hij hier ook weer het goed controle van deze 200 meter vrije slag. En Michael Schoenmaker is hier op de eerste keer 1:31:83. Weet meer de 100 meter gaat hij daar vieren. Tijdens de Hofwegen 150 meter onderweg. De laatste keerpunt aan deze cycling 52:95. De tijd die hij daar zwemt. Hij gaat voor de laatste 50 meter van Michael Schoenmaker. Ook bezig is aan de race hier in Tilburg. Keerpunt 150 meter voor Michael Schoenmaker in 2:21:95. Zoals zien op thuis van Hofwegen gaat het finishen. En hij gaat een mooie tijd aantikken in 2:30:96. En dat is een nieuw Nederlands record. Het prachtig vanmorgen. Hij verbreekt hem hier opnieuw in deze middagsessie. Dat doet hij heel mooi. Thijs van Hofwegen is 2:30:96. En wordt hier bijgeschreven in de Nederlandse recordhouders bij de categorie S7. Nou, we zien dat Michael Schoenmaker met de laatste meters bezig is in zijn race 200 meter vrije slag. De Nederlandse recordhouder in de categorie S4. En hij tikt aan in 3:11:96. Dat is een hele mooie tijd voor Michael Schoenmaker. U geeft deze twee heren natuurlijk een keer uw applaus. Uitslagen zijn officieel en gaan de heren vragen het water te verlaten. Dan gaan we zo meteen verder met de heren 200 meter vrije slag regulier programma nummer 6. Ze ziet ze nu het platform opkomen, de heren van de 200 meter vrije slag. In baan nummer 1 voor Mellet, Loek van Houten. Baan nummer 2, RTC zwemmer Marcel Schouten. Op baan nummer 3 voor BWK, Kevin Elting.